En dan is het weer tijd voor de volgende race. En dat is een oude bekende, dat is namelijk de Pavia Venezia. En mijn trouwe volgers kennen van 2 jaar geleden deze nog wel, de afgebroken propeller. Een heel avontuur. Ik denk dat deze propeller ervoor gezorgd heeft dat wij een podiumplaats en misschien wel de winst door onze handen moesten laten glippen, maar we zullen het nooit weten. Herkansing dus. Vorig jaar ging die niet door vanwege de lage waterstanden en dat was dit jaar eigenlijk ook het geval. De race is ook daadwerkelijk uitgesteld of afgelast geweest. Vervolgens is het zo hard gaan regenen dat het dus wel kan. Wel is het iets aangepast. Het is altijd een rally, de boten starten apart van elkaar en de timing wordt geteld. Dus het is een heel totaal andere race dan wat we gewend zijn. Normaal is het 413 kilometer in totaal. Ze hebben nu de eerste etappe eruit gehaald. Vanwege die lage waterstanden moeten we iets verderop op de Po starten. Dus we starten niet in Pavia, net onder Milaan, maar we starten in Isola Serafini. Vervolgens gaan we dus via verschillende etappes naar Venetië en racen we 335 kilometer. Van die 335 kilometer wordt even tellen een kleine 190 kilometer getimed. En de rest wordt als transfer gezien. Dit om het ook vanwege de lage waterstanden en de vele zandbanken en waarschijnlijk de blokken hout die erop drijven, het zo veilig mogelijk te maken. Dus een klein gedeelte van de race wordt getimed. En de rest ga je als transfer met elkaar, met alle boten bij elkaar, naar het eindstation wat dus Venetië is. Een hele toffe race. Vergt een hoop aanpassingen. Zo is de tank van mijn boot bijvoorbeeld 120 liter. En dat is te weinig om die volledige 190 kilometer te kunnen varen. Er is een tankstop tussendoor bij 55 kilometer. Maar dan nog ga ik het niet redden op mijn brandstoftank. Waardoor ik een extra tank in de boot in moet bouwen. Nou, vandaar heel mijn berekening. Om te weten wat voor brandstoffen we verbruiken. Hoeveel kilometer wordt er gevaren. En welke stukken worden er getimed en welke niet. Want in de getimede secties waar je natuurlijk vol gas vaart, verbruik je meer brandstof dan in de transfers. Hele berekening. Maar dat is leuk, daar gaan we aan beginnen. Het klaarmaken van de boot voor de Pavia Venezia. Mijn naam is Jan Korteland en je kijkt naar Jan Korteland Watersport. Hier de planning met betrekking tot de kilometers en vooral het brandstofverbruik. Onze 300 pk gebruikt op volgas 108 liter per uur. En dan zitten wij bij een race op de Pavia Venezia op een gemiddelde snelheid van ergens rond 125 km per uur. Dus ik reken in de plekken waar we volgas varen iets ruimer dat het 1 op 1 het verbruik is. De eerste, dus de transfer, varen we rustig. Dus dan verwacht ik er 70 liter te verbruiken. In de 2 geasseerde gedeelten is dus de race getimed. En verwacht ik dus het aantal kilometers dat afgelegd wordt ook aan liters brandstof te verbruiken. Dat betekent dat ik creatief moet zijn, zoals ik net zei, met een extra tank. Want er is 1 fuelstop bij de aanvang van het getimede gedeelte. En verder eigenlijk niet. En wat ik wil proberen is, als wij in Brondelo aankomen, dus het einde van de 4e etappe, en voordat we naar Venetië gaan, dan zijn we bij een haven. Daar komt ook de trailer te staan en moet de boot uit het water om daar met jerrycans de tank te vullen om in ieder geval Venetië nog te bereiken. Dus het wordt een hele planning, maar dat is leuk. Ja, de grootste aanpassing aan de boot is dus de brandstoftank. De normale tank is niet toereikend, dus voor extra actieradius hebben we een extra tank ingebouwd. De grootste verandering is dus de extra brandstoftank. Die is aangesloten op de hoofdtank, dus de brandstofleiding die je daar ziet, die is aangesloten op de vulleiding van de hoofdtank. En de ontluchtingsleiding heb ik aangesloten op een compressor. Het is best een flinke compressor, dat is niet echt nodig, maar deze hebben we staan en werkt perfect. Wat we doen, we zetten de compressor een seconde of 10 aan. Die zorgt voor een lichte overdruk in deze tank, waardoor de brandstof eruit geperst wordt en de hoofdtank heel gemakkelijk gevuld wordt. Dus met een kleine, simpele en veilige handeling kunnen we heel makkelijk de hoofdtank bijvullen. Dus we hebben geen kans op luchtinleidingen of wat dan ook. Compressor is niet super zwaar, maar om de balans in orde te hebben gaan we in deze box wat extra gewicht doen om dit op te heffen. En hier komt een reservepropeller plus wat gereedschap in. Dan hebben we ook de Simrad systemen geüpdate, zodat we actuele kaarten hebben van de Po. Want de situatie is best uitdagend. Het is redelijk laag water geweest, het is nu wel beter. Maar nog steeds is het fijn om te weten wat de vaargeul ongeveer is. Maar het meeste zullen we echt op het zicht moeten doen. En zodoende kunnen we gaan testen.